Op bijna exact hetzelfde moment reed in de nacht van zondag op maandag in zowel Helmond als Eindhoven een auto tegen een huis. In Helmond schoot even na 12:30 s'nachts een Mercedes door een voortuin van een woning aan de Houtse Parallelweg, om vervolgens met de rechterzijde van zijn neus tegen de gevel te rijden. De bestuurder is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Zowel de auto als de woning raakten flink beschadigd. Het is nog onbekend of de bewoners thuis waren en of ze gewond zijn geraakt. In Eindhoven reed rond datzelfde moment een Ford K tegen een woning aan de Hageheldlaan. De auto reed het raam aan de voorzijde van het huis en de vensterbank aan stukken. Het is nog onbekend of er iemand gewond raakte. In beide gevallen is de oorzaak van het ongeluk nog niet bekend.